VPRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd toen geluk heel gewoon was. Marlene Dietrich, Paula Negri, Gloria Swanson, Greta Garbeau, Bette Davis, Ginger Rogers. Ginger Rogers, oh, die dansen toch zo fantastisch met Fred Astaire. Jawel, maar daar gaat het nou niet om, dit is een seksfilm. Hé? Ja. Mae West, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Sophia Loren en Brigitte Bardot. Jongen. De liefdesgodinnen. In anderhalf uur van opwindende scènes die hen als sekssymbool beroemd maakten. Oh, dat zou ik ook wel willen zijn. Ja. Hou jij je broek nou maar aan. Het is toch een schandaal, mensen. Een hele film over seks. Seks is voor in de slaapkamer met de deur dicht. Er heeft niemand wat mee nodig. Je lijkt de ridder van Rappard wel. Inderdaad, de ridder van Rappard. Die waakt tenminste over ons fatsoen. Dat wel natuurlijk. Die zouden we als burgemeester moeten hebben hier. Daar kon die Thomas er nog wat van leren. De ridder zou die film verbieden. Nou, daar heb je hele grote kans op. Van de week was Jan Bronk, die was in Gorinchem. Stond hij natuurlijk met contrast in rood. En dat heeft hij toch wel mooi verboden. Ga weg. Ja. Mime, hè? Mannen in maillot. Heel verstandig, een kerel draagt een broek. Wat draait die film eigenlijk, Siem? Vanaf morgen in de Rex, maar hij is in première gegaan natuurlijk in Amsterdam, in de Parisien. Die bestond 55 jaar, storm gelopen. Ja, dat begrijp ik nog wel, Amsterdam. Allemaal vieze rikken in Rotterdam krijgen er niemand voor. Nou. Eerste 14 dagen zijn al uitverkocht. Hero in de Rex? 1 advertentie in de Bruine en ze zaten geramd. Hé, Simon, dan kunnen wij er niet meer heen. Dan wachten we gewoon toch even 2 weken. Een vrouw van mij gaat niet naar een seksfilm. We gaan toch zeker gezellig met z'n viertjes? We gaan er helemaal niet. Het is al erg genoeg dat die verloedering overal om zijn eigen heen grijpt met die korte rokken. Het is nog levensgevaarlijk ook. Je zit achter het stuur. Je wordt constant afgeleid. Maar Jacobus, ik dacht dat jij er immuun voor was. Ik ook wel. Ik heb het ook niet over mij. Ik heb het over mijn collega's. Van Berg, Van Dam. Oh, inderdaad. Ja, die Karel die lust er wel pap van. Zus. Hij heeft 5 kinderen. Dat is toch het bewijs dat hij niet naar andere vrouwen kijkt? Daar heeft hij geen tijd voor. Nee, maar dan Van den Berg. Wat dacht je daarvan? Die zit de hele dag tegen de kop van zijn hospitaal aan te koekeloeren. Ziet hij een blote knie, hup, zit hij gelijk tegen een lantaarnpaal. En Henny de Greef die stond van de week met een korte rok op de markt. Nou, om 3 uur 's middags waren ze door de eigenheimers heen. Oh ja, dus het gaat weer om het gewin, hè? Als de centen gaan rollen, dan verdwijnt het fatsoen als sneeuw voor de zon. Wat er van de week gebeurt, mensen in de riool, wat komt er aangedreven? De Boente Illustrierte. Hé? Eh? Ja, dat is de Duitse panorama. Fijn, ik laat drogen natuurlijk. Voorpagina, zo'n Hawaii-meisje met zo'n raffia-rokje, weet je niet. Maar binnenin, zo'n fotootje, zwart-wit, van 1 dame in monokini. Monokini? Een halve bikini. Ja, met alleen het broekje. Duitsers hebben nooit willen deugen. Nee, dat zal wel, Jacobus. Maar wij van de Bruine Rotterdam overwegen toch ernstig om wekelijks op de 3... met een dergelijke foto te gaan komen. Dat moet nou toch niet gekker worden? Oplagen omhoog. Ik begrijp ook niet dat je zo'n smerige advertentie plaatst. Weet je wat het schuif? Kleding is een kwestie van beschaving. Hoe minder gekleed, hoe minder beschaafd. Kijk naar de Papua's. Ja, hallo, dan komt er de hitte. Nou, het is hier toch ook wel eens heet. Ga ik toch niet in mijn naakje achter het stuur zitten? De Papua's hebben ook geen bussen. Niet? Die gaan allemaal met de metro. En trouwens, Jaap, van de zomer met die warme dagen liep je behoorlijk te klagen over je uniform. Ja, jullie zouden zomers met een korte broek moeten. Niemand zal mijn benen zien. Hou eens op. Mijn blote benen zijn nog nooit door niemand aanschouwd. Nou, je het zegt. Nou, de mijne wel, hoor. Bij ons in Emmer Compascum liep iedereen in de zomer bloot. Echt waar? Ja, maar dat noemden we geen seks, hoor. Nee. Dat was gewoon bloot. Seks bestond niet. Maar toen is oom Chad in de textiel gegaan en daarna heeft hij de kleding verplicht gesteld. Ja.
Goedemiddag, heer Van Dam. Adiaap. Wat krijgen we nou, Karel? Zit jij de lach te lezen? Lach? Of in de boete illustreert, hè? Kom je daar nou bij? Ben je ook als een viezerik? Dit is de naturisme, hoor. De naturisme? Het orgaan van de naturisten. Ik zie toch allemaal seks? Dit heeft toch helemaal niks met seks te maken? Ja, nee, die gozer staat in zijn blote kont. En waar is dat net voor? Die man is aan het volleyballen, Jaap. Moet dat bloot? Ja, bij de naturisten wel, ja. Jongen, 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 je ziet alles hangen. Goedemiddag. Simon, kijk, hier is wat Karel heeft. Allemaal blootfoto's en nog volleyballen ook. Moet je kijken, je hele klok- en hamerspel gaat erover. Nee, toch? Tuurlijk niet. Greet en ik doen het al 2 jaar. Oh, dan is het nog gevaarlijk. Hé? Ja, ik kan hoop voor Karel zeggen, maar zijn klok- en hamerspel is dik in orde. Nou, je kan zeggen wat je wilt, dat blijft voor mij een seksfoto. Juist niet. Nee, dat is geen seksfoto, Jacobus, want hij is niet opwindend. Nee, het is een vent. Hier ook. Blote vrouw, vind jij dat opwindend? Ja, nee, hè, ze heeft een bochel. Een bochel? Volgens mij studeert ze voor dromedaris. Kuiten zeg, nou, daar waag ik mijn scheermes niet aan, hè. Het naturisme zit in je hoofd. Hé? Het naturisme, niet te verwarren met het nudisme, is een levensopvatting die de natuur als oerbeginsel van de schepping beschouwt. Mooi. En aangezien de mens deel uitmaakt van de natuur, ervaart hij deze het meest intens op zijn natuurlijk. Dus zoals hij ter wereld is gekomen. Ja, daar zit wat in. Er zit helemaal niks in. Had jij wat dan? Wanneer? Toen je geboren werd. Weet ik veel. Oh. Al die kleding, dat is allemaal preutsheid, opgedrongen door de maatschappij. En door Rome. Zo is dat. En naakt is iedereen gelijk. De directeur en de arbeider zijn bloot even belangrijk. Of, Karel, onbelangrijk. Heel goed, Simon. De directeur bloot. Hiero, zie je Harmsen binnenkomen? Dat doet hij toch nooit? Nee, Harmsen is ook slachtoffer van onze Puriteinse samenleving. Maar we kennen toch niet allemaal bloot gaan lopen, mensen? Ja. Vakantie toch zeker wel? Greet en ik gaan al voor de 3e keer naar een naturistencamping in de Ardennen. Lekker de hele dag in je blootje. De kinderen ook, lekker in de zandbak. Maar dan komt het toch overal tussen? Dan gooien we ze toch even in de beek? Ja, Karel, stel. Ik ben brildragend. Mot die dan af? Tuurlijk niet. Hé? Nou, je bril valt onder prothese. Een houten been bijvoorbeeld mag ook. En horlozie? Geen punt. Ja, ik zelf heb op vakantie nooit een klokje om, maar het mag wel. Ja, maar Karel, stel, op die camping, daar lopen koeien. Ja, dat komt voor. In Frankrijk heb je van die campings bij de boer. Ja, ja. En die scheiden. Ja, natuurlijk. Dus trap je met je blote poten in de strot. Nee, schoenen mag. Oh. En sokken. Ja, ja. Voor wandelen en zo. En voor in de campingwinkel. En dan met zo'n mandje. Ja, hangt er vanaf hoeveel je nodig hebt. Maar, Karel, maar voor de rest dus helemaal bloot. Helemaal. En als je dan moet eten, heb je dan geen servet? Tuurlijk wel, dan knoop je dan voor. En de mannen hier ook. Want ik had een keer mijn servet voorgeknoopt. Valt er toch ineens een gebakken aardappel in mijn schoot zitten? Ja, ja, daar heb je het al. Maar voor de rest, heerlijk. Alles valt van je af. Nou, misschien is het wel wat voor de bruine. Wat? Nou, dat kan een heel artikel aan wijd. Schei jij eens uit. Hartstikke goed. Ja, en dan doen we het zo. Greet op de 3, nakend. Heel goed, Simon. Ze loopt weer op alle dag. Ja, nee, heb ik er niks aan. Hoezo niet? Dat is toch niet sexy? Ja, maar het heeft toch niks met seks te maken? Hè? Oh? Dat probeer ik nou de hele tijd uit te leggen. Het is een levensopvatting. Er zit een hele filosofie achter. Dat heet FKK, Freikörperkultur. Oh ja, nee, het zal niet uit Mofrika komen. Nou, die Duitsers zijn daar heel ver in. Het hele Zwarte Woud is bezaaid met FKK-campings. Ah, dus als ik een foto nodig heb van een blote Duitser, ga ik gewoon even naar het Zwarte Woud? Een blote Duitser in de bruine Rotterdammer? Bloot is iedereen gelijk. Simon, bloot en Duits. Maar dat zie je toch niet? Toch wel eens die zo staat? Centimeter boven de knie, dat is het rokje, dat is het rokje. 10 centimeter.
Macaroni. Dat is goed voor deze sportman. Met ham en kaas en een heel klein beetje room. Ben ik vanavond onverslaanbaar. Onverslaanbaar? Ja, mijn kegel, hè? Ja. Hadima. Dag, kind. Ben je? Hij denkt dat hij gaat kegelen. Niet dan. Er moet toch iemand op kleine Jaapie passen, hè? Gezellig. Eucalypta op visite. Nou, deze jongen eet wel een balletje op de club. Kijk eens, lekker warm. Dit huis is te klein voor je moeder en mij. Het huis is te klein voor jou en iedereen. Ma. Ik heb vannacht nog van je gedroomd. Mooi zo. Ja, zeg dat. Begon als een nachtmerrie, maar het liep toch nog goed af. Joh. Ja, je kwam op de brandstapel. Ja. Je vader is toch niet gaan klaar van jassen, dus ik ben gewoon met de dap. Oh, dus je bent niet met de bezem. Nee, je krijgt juist een grote beurt. Ja, heb je macaroni wordt koud. Ja, joh. Simon. Het is hier weer alarm fase 3, dus wij spoeden ons naar de club, al waar de kegelen vol ongeduld op ons staan te wachten. Jaap, wij gaan naar de film. De liefdesgodinnen. Ma is in de rij gaan liggen. We hebben nou 4 kaartjes. Goedenavond samen. Hoi zus. Dag zus. Oh ja, de kleine die wordt de laatste tijd rond 1 uur of 9 wakker. Maar dan geef je maar gewoon een soeplepel advocaat en dan heb je geen kip meer aan hem. Ik weet niet wat hier gaande is, maar deze jongen gaat kegelen. Nou, dan ben je wel de enigste. Hé? Ja, er is vanavond gekegelen. We zitten allemaal in de reks. Waarom weet ik daar niks van? Karel zou het tegen je zeggen. Je macaroni! Smeer het maar in je haar. Heel graag. Dus met mij is vanavond totaal weer geen rekening gehouden. Jawel, jij mag oppassen. Terwijl deze jongen is de kurk waarop Hiro wordt gedreven. Ja, daar kennen we makkelijk met z'n allen op. Oranje Boomstraat, rijl en zeil bij het functioneren van deze grote roerganger. Wij eten bij Hokey Pokey, maar we zijn vanavond denk een 10:55 wel weer thuis. En wou ik niet naar de film? Nee, het is toch alleen maar voor vieze rekken? Seks was toch even in de slaapkamer met de deur dicht? Dat jij naar die viezigheid gaat zitten kijken. Heerlijk. Vind je dat nou zelf niet een heel klein beetje schandalig? Ik vind niks, Thomas. Ik ben journalist. Nou, kom op, jongens. Dan laten we de ridder van Robert maar even alleen. Ja. Dag! Dag! Kom op, zien. Ja. Ja. Ik heb kaartjes voor morgenavond. Gaan we gewoon samen. Simon, nou ken ik je. Kost een tientje. Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, ja. Je weet wat dit betekent. Ja, ja. Ga ik gewoon met Nel. Zie je nou wel? Die scène met die Mae West, als ze daar staan in die jurk, dat die gozer dan binnenkomt. Jawel. Hè, en dat zij dan zegt, is that a pistol in your pocket or are you just glad to see me? Ja, maar dat bedoel ik nou, dat is dus seksueel. Ja, maar dat moet toch juist? Niet op de camping. Ja, maar dan zou je toch ook wel eens hebben dat je... Hè? Nooit. Of leg je dit dan meteen uit? Als iedereen naakloopt, dan is er niks bijzonders aan. Dat is helemaal niet opwindend. Ah, ja, juist omdat Mae West nog van alles aan hebt. Dat je daarom denkt, nou, die zou ik de Rio wel eens willen laten zien. Hé, ja? Ja. Bloot slaat nou eenmaal dood. Ja, dat klopt, want ik vond die scène met die Gloria Swanson in die roeiboot met die blote rug. Toen dacht ik, mooi. Zie je wel? Terwijl die zoen, die duurde zeker een minuut. Maar bij Brigitte Bardot, als ze daar liggen op dat grasveld en die Kurt Jurgens, die kijkt dan over die lakens heen, nou, dat is weer wel hoor. Ja, maar dat komt dus door die lakens. Ja, ja. Maar Karel, ik wil toch heel graag een parallel leggen tussen bloot in de film en dat FKK-gedoe van jou. Hé, Jan? Ja. Nee, je moet die twee dingen juist tegenover elkaar zetten. Ja, ja, dat kan ik natuurlijk ook. Kijk, ook doen. Pagina 2
komt in jouw artikel op pagina 3 krijgen dan die foto van Nel in die monokini. Ja? Ja. Hé? Ja. Ze weten nog niet, maar dat doen ze wel. Nou, ben ik het zat, Karel. Dat die stokvis hier ook niet meer te redden is, dat is tot daar aan toe. Die is trouwens ook helemaal niet van de RET. En bij de Roadtap zijn het allemaal viezerik, anders word je natuurlijk niet eens aangenomen. Maar hier ook niet het tijd te worden gekeerd. En daarom, beste jongen, het spijt me voor jou, maar in het belang van de Rotterdamse elektrische tram gaat ik jou aangeven bij mijn baas. Meneer Harmsen, we hebben een naaktloper in ons midden. Harmsen is een week met vakantie, Jaap, die is er morgen pas weer. Zit er in Frankrijk? Wees dan maar blij, Karel. Wees dan maar blij. Dan heb je nog een dag hier respijt. Nou, gelukkig maar. Maar het betreft hier slechts uitstel van excuses, want morgen gaat jouw kop op het blok. Kan het Harmsen nou schelen wat ik in mijn vrije tijd doe? Ga nog even hoe dan? Als ik op de bus mijn uniform aan heb, ja toch? Ja, lach jij maar. Maar morgen huilie. Karel, wie hebben het eigenlijk allemaal uitgevonden, de naturisme? Ja, dat gaat nog helemaal terug naar Adam en Eva. Het aardsparadijs. Zeg maar dat er nog geen kwaad was in de wereld. Ah, dus de kleding staat eigenlijk symbool voor het slechte. Tuurlijk. Interessant. Tata, goedemiddag. Meneer Harmsen. Meneer Harmsen. Wat vind je stokvis? Van de Berg. Van Dam, meneer Harmsen. Niks, maar dat u wel terug bent. Ja, het begon woensdag opeens te regenen op het Île du Levant. Dus ik ben wat eerder teruggekomen, maar het was verrukkelijk. Île du Levant, meneer Harmsen, ben je ook naturist? Inderdaad, Van den Berg, inderdaad. Het is trouwens Van Dam, meneer Harmsen. Daar heerlijk een paar dagjes rondgehuppeld in de bloedkont. Er bestaat niks fijners, hè, meneer Harmsen? Zeg dat, Van den Berg, zeg dat. En vanavond de dia's, hè, die heb ik natuurlijk meteen laten ontwikkelen. Greet en ik gaan al jaren naar de Ardennen. Camping Toet Nu bij Trois Ponts. Het is trouwens Van Dam, meneer Harmsen. Toet Nu? Trappen? Oh, Van den Berg, wat vertel je me nou? Ken je dat dan ook, Reims? Afrietje stokvis. Ja. Nou, daar is het voor mij allemaal begonnen. Nou, moeder en ik kwamen terug van ons verblijf op het Massif Central. Waar we 5 weken in het wild gekampeerd hadden. We leefden van de jacht. Ik heb toen nog een prachtige berenmuts voor haar gemaakt. Hè. Die draagt ze nog steeds, hè, op het ijs. Hè. Ik zelf mag hem ook wel eens op. Maar dit terzijde, het was al laat, donker. En we zochten een slaapplaats voor de nacht. Moeder, hier, riep ik, een camping. Enfin, we zetten de tent op in het pikdonker. Maar hij stond. De volgende ochtend, er wordt op de tent geklopt. Maar wij schrikken wakker. Ik doe voorzichtig de rits open. Ik zie een paar zeer stevige behaarde kuiten. Ik rits door. Ik zie een paar kolossale... De knieën. Ik rit weer door. En ik zeg... Moeder. Maar je zult begrijpen, vanaf dat moment ben ik definitief gewonnen voor het naturisme. I can't get no satisfaction. Hi, Nel. Nel, dit is de was van meneer Harmsen, die zet ik even hier neer. Want meneer Hopjes, die zou het misschien vanavond komen halen. En dan belt hij hier aan. Is goed hoor. Oh, en Nel, hou jij een oogje op de kleine? Want ik ben vanavond weer naar de liefdesgodinnen. Ik heb zwart een kaartje kunnen krijgen van Sim. Kostte een tientje. Dan moet je een dag voor werken. Nou, was het een week. Dag. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Zo, die is vrolijk. Ja, weet gek. Ze gaat vanavond weer naar de Rex. Tjonge, jonge, jonge. Dus het is nog verslavend ook. Nou, hij was ook prachtig.
Ik zou best nog wel een keertje willen. Heb jij nou al? Nel, ik ga het ingrijpen. Ik heb er lang over nagedacht, maar op mij rust een zware morele plicht. Als ik de verloedering niet een halt toe gaat roepen, doet niemand het. Oh? Wat wil namelijk het geval? Zo'n seksfilm is natuurlijk te schandalig voor woorden. Zou moeten worden verboden, de bioscopen gesloten. Ja. Maar het kan altijd nog gekker. Nee. Ja. Want, wat blijkt? Welke aap komt uit de mouw? Van Dam en zijn vrouw zijn naaktlopers. Gaan ja. Dus ook op de RET woekert het kwaad al om zich heen. Dus rust op mij de verantwoordelijkheid, ik mag wel zeggen, als een juk op mijn schouders om dit aan de heer Harmsen te gaan mede te delen. En jij eet dat? Dit moet eerst gebeuren, Nel, anders kan ik geen hap door mijn keel krijgen. Ik ben naar mijn baas. Oh, neem dan gelijk ze was even mee. Iemand moet het doen, Nel, en die iemand ben ik. Daar staat hij. Ook al moet ik er een fijne collega voor slachtofferen. Hij is betaald, hoor. Ik, Nel, ben de Hans Brinkers van de RET. Hier steek ik mijn vinger gaarne voor in de dijk. De hapjes. Zoals een wilt, meneer. Goedenavond. Goedenavond, beste butler. Komt u verder? Ja, heel graag. Ik heb een hele belangrijke mededeling voor je baas. Dat mag ik wel hopen, want die Harms heeft bezoek. De heer Kooijman, hè? Kooijman! Hoe was meneer Harms? Dankjewel. De hapjes. Zoals u wilt, meneer. Kijk, Simon, die daar in het midden, die heeft gewoon zijn hoed nog op. Ja. En wie ben u nou, meneer Harmsen? Nou, ik heb hem genomen. Ach, natuurlijk. Ja. Nou, daar sta ik dan, hè, voor mijn bakje. Ach. Wie hebt deze genomen, meneer Harmsen? Dat het ijskoommannetje. Het ijskoommannetje? Nee, het ijskoommannetje. Oh, het ijskoommannetje. En is dat dan het ijskoommannetje? Nee, dat ben ik. Kan je toch zo zien, Simon? Nee, tuurlijk. En hebben u hem zelf opgeblazen? Natuurlijk, vriendje Stokvis. Oh, daar heb ik toch mijn popje voor. Keert om. De hapjes. Zoals je wilt, meneer. Ik zal jou eens op je kop zetten.